Mij is gevraagd even iets te zeggen over de European Open Science Cloud. Ik ben de voorzitter van de Executive Board, die de laatste 2 jaar bezig is geweest om deze vorm te geven. En met name om de nieuwe governance hiervan neer te zetten, zodat we na 1 januari 2021 verder kunnen ermee. Dan doe ik altijd, als ik daarover praat, met de definitie van Open Science eerst even te geven. En dit is een definitieplaatje wat we als Nationaal Programma Open Science of Nationaal Platform Open Science, afhankelijk van hoe je die P invult, met elkaar hebben afgesproken. Als we spreken over de science zoals die is, of zoals die was, en over de science zoals we denken dat die zou moeten zijn, dan zitten daar 3 belangrijke ontwikkelingen tussen. 1 is meer open access. Daar hebben we natuurlijk al een heel stuk van vormgegeven. Een beetje 60% of zo van onze publicaties in Nederland. 2, groter, omvangrijker, duurder en meer inspanning vergend towards fair data. En daar gaat in wezen de European Open Science Cloud ook over, maar dan op Europees niveau. En 3, towards more citizen science, of het betrekken van citizens bij de wetenschap. Die 3 ontwikkelingen samen is wat we de ontwikkeling richting Science 2.0, oftewel de Open Science Movement, noemen. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn een 3-tal randvoorwaarden die essentieel zijn voor deze ontwikkeling. Allereerst de skills. Skills met name op het datagebied en de mogelijkheden die daar tegenwoordig zijn op het datagebied. Vragen additionele skills, data stewards vaak genoemd. Op allerlei soorten, in allerlei maten zal ik maar even zeggen, zijn essentieel. Tweede is wat we noemen het rewards systeem. Op dit moment is het zo dat te dominant in de appraisal van wetenschappers de publicaties en citaties meegenomen worden. Dat zal gebalanceerder moeten worden. Er moet meer gekeken worden, ook naar de eventuele onderwijscomponent, maar vooral ook naar de impact van het werk en de wijze waarop het werk gedaan is. En last but not least, de leiderschapskwaliteiten van wetenschappers. Daarin speelt Open Science een rol en als dat rewards en recognition system, zoals we dat noemen, niet verandert, het is overigens niet een eenduidig systeem in Nederland of in Europa, dan gaat de drijvende kracht niet de goede kant op. En als derde, metrics, daarmee bedoelen we een manier om bij te houden hoe ver we zijn met deze ontwikkeling, dus enigszins te kunnen meten welk percentage van onze publicaties open access zijn, hoe het zit met de datasets, in hoeverre we data fair maken, et cetera, et cetera. Nou, die combinatie van die 3 ontwikkelingen met die 3, wat we noemen randvoorwaarden, is de transitie van Science 1.0 naar Science 2.0. Even los van die nummers, die gaan we er heus niet aan geven, maar even voor deze definitie. En dat is wat we Open Science noemen. Daar hebben we een stimulerings- en supportprogramma in Nederland voor opgezet. Een tweede belangrijke definitie in deze hele discussie is het verschil tussen open data en fair data. Henk zei er al even iets van. Niet alle data kunnen en hoeven open te zijn, maar ze kunnen wel fair zijn. Als we open data definiëren als die data die openbaar toegankelijk zijn, vrij toegankelijk zijn wellicht zelfs, of er wel of niet voor betaald moet worden, zit in het woord open natuurlijk niet opgesloten per definitie, maar zonder beperkingen. Dan zijn fair data, de data zoals Henk al aangaf, die findable, accessible, interoperable en reusable worden gemaakt met de principes die daarvoor staan. Dit is geen standaard. Het is niet zo dat data fair of unfair zijn. Data zijn fair voor een zeker percentage en daar zijn meetlatjes voor. En data zullen zo fair mogelijk gemaakt moeten worden. En dan zeker als we praten over data in de wetenschap. Ons doel is natuurlijk om deze 2 cirkels zoveel mogelijk te laten overlappen. Hè? As fair as possible, dat is de eerste richting die we in zouden moeten gaan. En as open as possible. Maar zoals gezegd, niet alle data kan open zijn. Wel alle data kan in principe zo fair mogelijk gemaakt worden. En fair is een moving target. De ontwikkeling daarvan vindt nog volop plaats. Als ik het woord data gebruik in deze presentatie, dan bedoel ik daarmee in wezen alle digital objects. Data, code, andere research output, zoals publicaties. Die data moeten voorzien zijn van identifiers, wat we vaak noemen GUPRIs, Global, Unique, Persistent, Resolvable Identifiers. Er zijn er al veel van in omloop. Daar moet een wat gemeenschappelijke standaard worden gevonden. Niet ter vervanging, maar ter overkoepeling van al deze. Met name daar vindt een stuk ontwikkeling plaats, ook in Europa.
standaarden en de codes die erbij horen. En last but not least, de metadata. Dat is wat we noemen een fair digital object. En op die manier willen we de data, laat ik zeggen, encapsuleren. Terug even naar de European Open Science Cloud. In mijn perceptie zou de European Open Science Cloud gezien kunnen worden als een twin sister, of twin brother zo je wilt, van de e-infrastructuurorganisaties. De ene groep offreert de store, compute en connect mogelijkheden om data op te slaan, om data mee te kunnen rekenen, om data te kunnen verzenden en data te kunnen ontvangen. Alle services die daarmee samenhangen, vat ik even samen onder het begrip e-infrastructures. En de andere kant is de servicing voor de data zelf en de interoperability. Oftewel, e-infrastructures en wat we noemen de European Open Science Cloud, of de data-infrastructures, zo u wil, zijn verbonden met elkaar in een yin-yang situatie. Stel u een computer voor of een netwerk zonder data erin, met er alleen ene of nullen, daar hebben we helemaal niks aan. Of stel u data voor zonder dat we computers, zonder dat we connecties en zonder dat we storage mogelijkheden hebben. Oké, die data kunnen we op papier schrijven in ons hoofd hebben, maar ook daar hebben we bijzonder weinig aan in deze tijd. Oftewel, data en e-infrastructures zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vandaar mijn yin-yang model. Tussen die twee in zit overigens de software als onderdeel van die data die essentieel is om dit systeem te laten werken. Door Ursula von der Leyen in een van haar speeches is de EOSC ook wel genoemd een web of scientific insight. Wij zelf spreken meestal van een web of fair research data and related services. Doel is om existing services en toekomstige services en repositories in een federatieve manier te verbinden met elkaar. En aldus een virtual space te creëren waar science producers en consumers gebruik van kunnen maken en waar data dus met elkaar gecombineerd uitgewisseld kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat de European Open Science Cloud een grote databank gaat worden. Die gaat niet zelf de data verzamelen. Die gaat dus dingen met elkaar verbinden die bestaan, federeren en niet een nieuwe data repository creëren. In wezen is het web of fair research data, of als we het nog maar algemener maken, het web of fair data een open-ended range. Net als het World Wide Web of pagina's, waarmee ontzettend veel mogelijkheden zijn gecreëerd die vroeger niet bestonden, en die tegenwoordig wel mogelijk zijn met dat World Wide Web draaiend op het internet. En als we dit nou als Europa, want het is natuurlijk de European Open Science Cloud, zo goed mogelijk doen, dan kunnen we daar wellicht het keurmerk of het kwaliteitsmerk Data Made in Europe aan toevoegen, zodat het daarmee wat extra aantrekkelijk wordt voor andere regio's in de wereld, die we overigens intensief moeten verbinden hiermee en waar we ook intensief contact mee houden, om in gezamenlijkheid op te trekken. Want een web of fair data wat alleen voor Europa draait, is niet erg zinvol. Wat zijn nou de randvoorwaarden om tot zo'n European Open Science Cloud te komen? Overigens zijn alle vier die woorden eigenlijk fout. Uiteindelijk moet het niet European zijn, maar worldwide. Het is niet open science, maar fair data. Het is niet uiteindelijk alleen science, het is alle data. Als je de zaak verder uitbreidt met de publieke sector en de private sector, zoals we direct zullen zien. En het is zeker geen cloud in de zin van dat data opgeslagen gaan worden. Maar oké, deze term is nou eenmaal verzonnen en daar zullen we mee moeten leven. De core funding komt en zal moeten komen in de komende periode in deze, wat ik nog steeds noem, opstartfase. Sommigen denken dat we al een heel eind zijn, maar in mijn visie zitten we nog erg in het begin van de Europese Unie, die dit initiatief ook gelanceerd en gestimuleerd heeft. Het zal inclusief moeten zijn voor alle betrokkenen, alle stakeholders. En als we een core gaan creëren, wat we volgend jaar willen beginnen, om dit mogelijk te maken, op kleine schaal en geleidelijk uitbreidend, dan zal die een subsidiarity principle moeten volgen. Oftewel, dat wat beter in een organisatie gedaan kan worden, ter plekke, moeten we zeker niet doen. Dat wat beter in de landen gedaan kan worden, moeten we ook niet doen. Dat wat eraan toegevoegd moet worden om dit met elkaar te verbinden, dat wat het tot een federatie maakt, dus wat complementair is, dat moeten we wel doen. Als de providers van deze faciliteit die we gaan creëren niet een shared purpose hebben, dan gaat het natuurlijk niet werken. Oftewel, we moeten zorgen dat we tot een shared purpose met elkaar in goede afspraken komen. We moeten ons ook realiseren dat de verschillende landen verschillende data-infrastructuren hebben. Nou, Henk zei net al iets over de data-infrastructuur die we in Nederland kenden. Hij zei zelfs dat er meer dan 100
organisaties daar een betrokkenheid bij hadden, of 100 plekken. Dat zegt iets over het Nederlandse landschap, maar zo zit er in elk land dus een landschap. En die landschappen zullen we met elkaar moeten verbinden. Oftewel, we hebben te leven met de verschillende structuren die er in de verschillende landen bestaan. Dit systeem zal zo veel mogelijk self-inclusive moeten zijn, in de zin dat als je aan de randvoorwaarden voldoet als stakeholder om mee te doen, dan zou je in wezen zo geruisloos mogelijk toegang moeten kunnen krijgen tot en mee moeten kunnen doen aan het opzetten van dit systeem. Het systeem moet uiteraard hardware agnostic zijn en niet gericht op één type hardware, maar overal op kunnen draaien. Overigens is de interoperabiliteit tussen hardware al een stuk verder voortgeschreden natuurlijk als de interoperabiliteit van data. En het geheel focust of bouwt, zou je kunnen zeggen, op wat we noemen fair data en de daarop te realiseren services. Nou, waar hebben we nou in de afgelopen periode als executive board aan gewerkt? Er is een strategic implementation plan geschreven, want dat wil de commissie natuurlijk graag. Er is een landschapsanalyse gedaan van alle landen in Europa. En daar is net het rapport, komende twee weken op de website van de Europese Unie komen als een eindrapport. Er is gewerkt door een werkgroep aan de Rules of Participation en dat is geconsulteerd in het Europese landschap en ook daar verschijnt een eindrapport van. We zijn dus in de afrondingsfase van deze governance periode. Er is een PID policy, een interoperability framework in draft neergezet die ook afgerond worden. De laatste maanden is heel intensief gewerkt aan een aantal maanden daarvoor is intensief gewerkt aan een partnership proposal wat ingediend is bij de commissie en wat zeer waarschijnlijk leidt tot een partnership tussen, wat ik zo direct ga bespreken, de EOS-associatie en de commissie. En op dit moment wordt heel intensief gewerkt. Daar is een consultatieronde voor geweest in Europa aan wat we noemen de Strategic Research and Innovation Agenda. Oftewel het aangeven wat er in de komende periode nodig is. Die agenda hebben we net versie 0.9 van gereed gekregen en zijn nu met de eindversie bezig. Die moet aangeven wat dit eigenlijk is en waar het heen zou moeten. Nou, dan de EOS-associatie, die is intussen opgezet. Die governance is in de vorm van een AISBL, Association Internationale Sans But Lucratif, zoals dat zo mooi op het Frans heet, oftewel een non-profit association neergezet, waar inmiddels meer dan 188 organisaties interesse hebben getoond om lid te worden, die we als tijdelijke board hebben toegelaten als provisional organisaties. En die zullen op 17 december, als de eerste General Assembly is van deze EOSC-associatie, toetreden tot de associatie, zodat we het jaar uitgaan met bijna 200 leden in de associatie. Die leden delen we meestal in drie categorieën. Research Performing Organizations, dus alle organisaties die de data genereren, de data gebruiken. Research Funding Organizations, zoals NWO in Nederland, maar ook de overheid, zoals die in vele landen te vinden zijn. En Service Providing Organizations, zoals SURF en DANS en allerlei andere organisaties, die services leveren aan de organisaties die de data genereren en de data consumeren, zal ik maar even zeggen. Er gaat begin volgend jaar een European Partnership Agreement dus getekend worden, tenminste dat is het doel en ik ga ervan uit dat het gaat lukken, tussen deze associatie en de European Union zou je kunnen zeggen, getekend door de Europese Commissie dan. Dat is hard nodig, want de tijd dat de governance en de executive boards, die nu operationeel zijn, bestaan, loopt af op het einde van dit jaar. Je zou dus kunnen zeggen, joining the EOSC Association is joining the EOSC Partnership. En dat hebben dus ook heel veel organisaties gedaan. Wat gaat die EOSC Association nou doen, post 2020? Die governing core creëren of laten creëren. Als ik het woord manage gebruik in deze volgende bullet points, dan bedoel ik daar niet mee dat de associatie dat zelf gaat managen, maar gaat zorgen dat het gemanaged wordt. Wellicht ook een keer zelf managed, maar in principe zijn heel veel van dit soort zaken prima uit te besteden. Een compliance network of framework, sorry, voor het systeem. Een trusted certification systeem. Die authorization authentication infrastructure aanleggen. Zorgen dat de PID-policies gehanteerd en uitgewerkt worden.
En uiteraard outreach richting stakeholders, waarvan er een heleboel natuurlijk al toegetreden zijn, waarvan er nog veel meer in Europa aanwezig zijn die toe zouden kunnen treden of die een bijdrage zouden kunnen leveren. Nou, dan moet er een zekere monitoring van de services en de transacties plaatsvinden. En uiteraard wil de commissie graag dat we het EOS trademark in voldoende mate behouden. En last but not least doen we dit natuurlijk mede met de commissie om in het Horizon Europe programma en volgens de policy van het Horizon Europe programma middelen beschikbaar te krijgen voor de verdere ontwikkeling van deze wat we noemen European Open Science Cloud. In de eerste iteratie zal die dus bestaan uit de core die nog geprogrammeerd en gecreëerd moet worden, die in een beperkte set van federated data gaat werken om vervolgens met wat we noemen de exchange services mogelijk te maken op basis van deze data. En we beginnen daarbij met open data, uiteraard data die ver zijn, maar ook data die open zijn, zodat discussies als GDPR en andere randvoorwaarden op dat moment nog even geen rol spelen. Natuurlijk moet het op een gegeven moment gaan over alle data op het science gebied, maar om het eenvoudig te houden moeten we natuurlijk klein en eenvoudig starten. En deze, wat we noemen minimum viable IOSC, bestaat dus uit die core, een set van federated data en de IOSC exchange. Sorry voor het Engels, ik hou dit wel meestal in het Engels en ik begrijp eigenlijk zelfs niet waarom ik nu in het Nederlands bezig ben, maar vooruit. We beginnen dus met een simpele aanpak, zoals ik al zei. Dit ziet er niet simpel uit, maar op de bodem van deze plaat ziet u de minimum viable IOSC hieronder. Die bestaat uit de core services in de core. En dat wordt weer gerund en aangestuurd door wat we de IOSC Association noemen. Die een associatie is met een General Assembly, een board en wat hier nog heet Executive Director heet, inmiddels Secretary General. Die associatie gaat ook overnemen de SCHIA, wat hier staat, en gaat de volgende versies van de Strategic Research and Innovation Agenda programmeren, vormgeven, om daarmee de commissie en de member states te voeden met wat er nodig is om deze ontwikkeling te laten plaatsvinden, zodat het kan leiden tot werkprogramma's die tot projecten, ofwel in de core of in de exchange, vormgegeven kunnen worden. Maar ook members van de associatie kunnen natuurlijk zelf services gaan aanbieden. Commercial service providers op termijn, national funders en allerlei partijen kunnen hier op dezelfde manier in bijdragen. Beetje complex plaatje, maar het komt er in wezen op neer dat de stakeholders in gezamenlijkheid dit vormgeven. Ja, als we dan een paar jaar verder zijn, dan denken we dat geleidelijk aan uitbreiding van de, wat we noemen, publiek-funded research sector naar de publieke sector. Daarbij moet u denken aan organisaties als KNMI of CBS of bijvoorbeeld ook TNO toegevoegd kunnen worden. En de private sector die voor zichzelf spreekt. Idealiter zouden we dat in één marketplace organiseren, voor zover je dat woord hier mag gebruiken. Een exchange loket. Niet één website overigens, maar wel één type aanpak. Het zou kunnen zijn dat dingen toch zo verschillend zijn en dat bijvoorbeeld ook met betrekking tot de vergoedingen die nodig zijn voor het gebruik van bepaalde services, dit in meerdere marketplaces georganiseerd moet worden. Heidi, hierbij wil ik het laten en ik schakel weer over naar mijn Chrome browser en sta open voor vragen. Met dank voor jullie aandacht. Dank u wel. Een interessante presentatie. Ik kijk even in de chat of de vragen zijn binnengekomen. Ik zie nog geen vraag, maar ik heb wel vooraf een vraag ontvangen die ik je ook graag wil stellen. Die luidt als volgt. EOSC was erg gericht op onderzoeksdata, maar met het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europe lijkt de EOSC ook te gaan over open access publicaties. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, u mag Jur en Karel zijn, Heidi. Dat is wel zo gezellig. Ja, daar kan ik iets meer over zeggen. Kijk, de open access publicaties, daar is al heel veel werk verzet. We hebben plan S in Europa. De landen zijn intensief bezig om het meeste van hun publicaties open access te krijgen. Maar uiteindelijk zijn publicaties niet veel anders dan een beschrijving van het onderzoekswerk. En in zijn extreme vorm zou je kunnen zeggen dat een publicatie in een aantal gevallen de metadata bij de data van het onderzoekswerk zijn. En
Dat betekent dat we uiteraard beginnend met de data en niet vergetend de software, ook uiteindelijk de publicaties in dit hele systeem moeten betrekken. Het is ongeveer in die volgorde. Maar misschien is het goed om nog iets meer te zeggen over hoe ga je nou die data betrekken. Henk zei het al, hij zei 70-80% van de data zitten op laptops van Promovendi en postdocs en op lokale servers. En de rest dan is dan misschien toegankelijk. Ik denk die veel te optimistisch is. In mijn denken is maar 2% van de data echt beschikbaar via repositories. In plaats van, afhankelijk van hoe je dat overigens noemt. Hè. Of je spreekt over gigabytes of over aantallen datasets. Want als we het hebben over zoveel procent van de data, is het wel belangrijk dat we daarbij definiëren. Hebben we het over aantallen gigabytes of exabytes, of hebben we het over het aantal datasets? Want zoals we allemaal weten, we kennen hele grote en hele kleine datasets. Maar ik denk dat verreweg het grootste gedeelte van de data die geproduceerd worden door de wetenschappers niet te vinden zijn online en dus ook niet te combineren zijn door andere wetenschappers en niet bruikbaar zijn. Dan wil ik aangeven dat het zeker niet nodig is om al die data ver te maken en al die data beschikbaar te krijgen. Misschien is het goed om hier ook meteen even te benadrukken dat het niet om historische legacy data gaat. Dus we gaan niet met terugwerkende kracht alle data die we al hadden of hebben ver maken. Nee, we spreken over nieuwe data in nieuwe onderzoekssituaties in de toekomst. Want daar vrezen mensen ook nog alles. Maar stel nu even, Heidi, dat alle wetenschappers de data die in hun publicatie staan en die voor iedereen toegankelijk zijn, maar die publicatie kun je zien als die open access is, of kopen als die in een tijdschrift staat wat niet open access is. En dus is de data per definitie open. Hè? Stel dat alle wetenschappers die data die daarin staan zo ver mogelijk zouden maken, volgens de meest up-to-date standaarden. En dat alle wetenschappers die data die in die publicatie zelf voorkomen, waarvan als ik met wetenschappers praat geen enkele discussie is, zijn ze open of niet, ze zijn per definitie open, in een repository beschikbaar zouden maken voor anderen. Dat zou de eerste stap zijn. Het gevolg daarvan zou zijn, en ik denk in Europese termen, dat 2 miljoen wetenschappers weten wat FAIR is en dat 2 miljoen wetenschappers weten wat een repository is. En met name ook gaan nadenken, is dit een repository met een core trusted seal? Is het een repository die betrouwbaar is, een trusted repository? Dat zou een geweldige stap vooruit zijn. De volgende stap zou kunnen zijn dat we aan die wetenschappers vragen om de data die onderliggend zijn aan hun publicatie, oftewel de data die het mogelijk maken om de publicatie te reproduceren, over te doen, ook beschikbaar te krijgen in een repository. Dat is één stap verder. En ik denk dat we op deze manier geleidelijk aan moeten uitbouwen het systeem, om vervolgens, laat ik zeggen, het vertrouwen van de wetenschappers te winnen dat dit meerwaarde heeft. Want om de wetenschappers alleen maar meer werk te geven en meer eisen te stellen, daarmee komen we niks verder. Laatste opmerking die ik nog even wil toevoegen, dat dit een complexe zaak is, dat het niet eenvoudig is om je data ver te maken, dat je er vandaag heen mee moet beginnen en dat je er hulp bij nodig hebt. Daarom zijn we ook groot voorstander van het creëren van wat we noemen data competence centers of data steward competence centers, die de wetenschappers helpen om hun data zo ver mogelijk maken, om te zorgen dat ze repositories komen die contacten hebben, die in goede contacten naar de ICT en de ICT en de e-infrastructures hebben, om de wetenschappers, laat ik zeggen, te ontlasten, net zoals technici dat op de werkvloer vaak doen. Daarmee heb ik denk ik hopelijk voldoende aangegeven dat publicaties van dit geheel wel een onderdeel vormen, maar dat het een onderdeel is in een keten van dingen die nog moeten gebeuren. Helder. Is nog een vraag binnengekomen. Allereerst een compliment. Dank voor de heldere presentatie, wordt er gezegd. De vraag luidt nog. Hoe ziet u de relatie tussen EOSC en het Gaia-X-initiatief? Ja, goede vraag. Op dit moment loopt er een conferentie van Gaia-X, die ik eigenlijk wel had willen bezoeken. Maar ja, ik beloof deze presentatie te geven, dus daar zit ik nog even niet. Ik heb gezien net op de WhatsApp dat er 924 deelnemers zijn. Dus dat is een grote groep die zich voor Gaia-X interesseert. Ik denk dat Gaia-X, die overigens heel veel, als ik het onherbiedig zeg, gekopieerd hebben van EOS, maar beter goed gekopieerd en dan slecht uitgevonden, een initiatief is wat vanuit de vooral private sector voortkomt. En daaruit kunnen we zien dat ook die private sector in deze ontwikkeling zeer geïnteresseerd is. Net zoals de Europese Unie probeert wat ze noemen dataspaces te stimuleren in verschillende domeinen, om op die manier uitwisseling van data
voor zover ze uit te wisselen zijn en beschikbaar zijn, tussen bedrijven of sectoren binnen bedrijven mogelijk te maken. Ik ga wel aan dat de S van Science in EOS uiteindelijk in de long run niet staat alleen maar voor science. EOS moet uiteindelijk in de long run, en dat gaf ik aan met mijn allerlaatste plaatje, ook voor de publieke en voor de private sector beschikbaar zijn. Uiteraard ook bijdragen van die sectoren leveren. In Nederland hebben we de Data Sharing Coalition, die iets soortgelijks doet als Gaia-X, ietsje minder omvangrijk en minder, laat ik zeggen, in de volle breedte. Maar de Data Sharing Coalition, een opzet mede door het ministerie van Economische Zaken gestimuleerd, is bezig om partijen in verschillende domeinen, private partijen met elkaar te verbinden, afspraken te maken over hoe die data uitgewisseld zouden kunnen worden. Ik denk dat al deze ontwikkelingen bij het principe van FAIR grote voordelen zouden kunnen hebben. PwC, PricewaterhouseCoopers, heeft voor de Europese Unie wel eens een rapport gemaakt waarin ze aangeven dat als wij niet ons best doen om onze data zo ver mogelijk te maken, we extra kosten van ongeveer 10 miljard op jaarbasis zullen hebben in Europa vanuit de wetenschap alleen. Dat geeft aan dat er grote belangstelling zou moeten zijn, even aannemen dat die berekeningen enigszins kloppen voor deze ontwikkeling. Dat is ook, want er zijn een flink aantal bedrijven die zeer fors aan het investeren zijn in fair data. En dit soort bedrijven participeren dan ook volop in Gaia-X. Kort en goed, ik zie deze ontwikkelingen als parallele ontwikkelingen die veel informatie met elkaar uitwisselen. In het EOSC symposium hebben we een spreker van Gaia-X gehad, andersom zullen zij dat van EOSC hebben, die op een gegeven moment, voor zover dat mogelijk is, mergen met elkaar als ontwikkelingen. En daar ook zijn de ontwikkelingen in Europa, de dataspaces, deel het aan. Als ik het over dat soort ontwikkelingen heb, is dat niet morgen in mijn visie, maar dat is mijn persoonlijke beeld. Mogen we blij zijn als we over 20 jaar 50% van de relevante data van onderzoek zo ver mogelijk hebben en echt kunnen gebruiken op deze manier. Om een beetje de, laat ik zeggen, hype te temperen dat we overmorgen EOSC hebben die alles even voor ons oplost. Zo gaat het niet zijn. We zullen hard moeten werken om dit mogelijk te maken. Bedenk wel dat we met open access begonnen zijn in 2003 in de Berlin Declaration en we nu 2020 spreken en op 60% zitten. Helder verhaal. Een nieuwe vraag. Of ook Europese programma's zoals IMI, Innovative Medicines Initiative, of die betrokken zijn? Ja, dit zijn projecten, programma's. Soms zijn het legal entities, zoals de S-Fries enzovoorts. Ja, die zijn volop betrokken. Als het een legal entity is, kunnen ze ook lid worden van de EOX-associatie. Zo niet, dan kunnen ze bijdragen met door contacten met hun data. Op die manier het geheel steviger maken. Overigens, dit gaat over alle wetenschapsgebieden, over heel Europa heen. En dus even bedenken dat we dat niet morgen geregeld hebben. We worden nu al benaderd door zoveel partijen die ook aan willen sluiten, ook mee willen doen, wat hartstikke mooi is. Maar we kunnen natuurlijk niet even in een paar dagen tijd dit allemaal tot stand brengen. Oftewel, er zal geleidelijk aan gewerkt moeten worden, maar ja, in wezen gaat het over alle onderzoeksdata in Europa. We hebben nog tijd voor een nieuwe vraag. Er is nog één binnengekomen in de chat. Die luidt als volgt. Tijdens de realizing die EOSC-event deze week hadden allerlei research infrastructures hun problemen met de term marketplace. We don't sell things. De vraag aan jou is, wat lijkt jou een breed acceptabele term? Daar heb ik nog niet over nagedacht. In mijn shell light stond niet voor niks marketplace tussen quotes. Ik houd ook niet van het woord. Ik houd ook niet van business models. Daar hebben we funding model van gemaakt. Want dit zijn geen dingen die geld op gaan leveren voor de wetenschap of voor de Europese Unie. Mogelijkerwijs wel voor de services die privaat geleverd worden later. Daar is natuurlijk niks mis mee. Die marketplace kreet is erin gekomen door het werk van de Working Group Sustainability. Goede vraag, ik zal nadenken over een betere term. En voorlopig gebruiken we even marketplace tussen quotes. Maar ik ben het met deze vragensteller eens. Oké, nog een vraag. Wordt er ook gemonitord in hoeverre de data wordt hergebruikt, indien mogelijk en nodig uiteraard?
Ja, dat gaat gemonitord worden voor zover mogelijk. Want dat is, zoals in de vraag al opgesloten is, niet zo eenvoudig. Als iemand data downloadt, ben je nog niet zeker dat ze ook echt hergebruikt gaan worden. Als iemand een boek koopt, ben je niet zeker dat hij of zij het echt zal lezen. En dat ligt hier dus precies hetzelfde. Dus het echte hergebruik is lastig. Maar wat kan, is dat met de DOI's de verwijzing naar die datasets mogelijk wordt en we dus in de referenties van artikelen en in de referenties van nieuwe datasets zouden moeten kunnen terugvinden op termijn in hoeverre datasets gebruikt zijn die al beschikbaar waren. Dus in de metrics is dat zeker een van de elementen die meegenomen gaat worden. Oké. Laatste vraag in ieder geval op dit moment in de chat is allereerst dank voor de heldere presentatie, wordt er geschreven. De vraagsteller vraagt, begrijp ik het goed dat het de voorkeur verdient om data gedecentraliseerd bij te houden en beschikbaar te maken? En zijn er ook beperkingen van wie de data afkomstig mogen zijn? Ook data van bijvoorbeeld overheden, niet wetenschappers? Gedecentraliseerd, ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet handig om alle laptops aan te sluiten. Dus gedecentraliseerd tot op zekere hoogte. Ik denk dat het heel nuttig is om gebruik te maken van repository systemen, zoals die in Nederland door SURF en door DANS en door andere geboden worden, via TU Research Data, om je data op te slaan, zodat ze daarmee, als het trusted repositories zijn, ook wat secuurder zijn dan in de eigen repository. Sommige universiteiten hebben ook een prima repository overigens. Komen die andere data ook aan bod? Jazeker, zoals ik al aangaf. We beginnen voor het onderzoeksveld, maar laat ik even een voorbeeld noemen, de social sciences en humanities, die heel veel waarde kunnen hebben van de data die CBS, waar het CBS over beschikt, of de mensen die met meteorologie bezig zijn, die de data van KNMI natuurlijk hard nodig hebben. Oftewel, de data van dit soort organisaties zullen zeker meegenomen worden. En je ziet ook vaak dat dit soort organisaties bezig zijn al om na te denken over hoe maken wij onze data zo ver mogelijk. We hebben binnenkort een gesprek met een standaardisatieorganisatie voor de Nederlandse overheid, die ook hebben gevraagd van nou, hoe kunnen wij hierbij aansluiten zo goed mogelijk. En dan gaat het dus over Nederland. We weten dat FAIR geen standaard is, maar een set van principes. Dus deze standaardisatieorganisatie had al begrepen wat FAIR was. En willen vervolgens dus met ons in gesprek om te kijken hoe ze dat zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Dus het korte antwoord is ja. Bedankt Karel. We zijn aan het einde gekomen van dit programma onderdeel. Bedankt voor je tijd en het beantwoorden van de vragen. Mochten er meer vragen via de chat binnenkomen, dan zal ik ervoor zorgen dat die jou nog bereiken. En we zien jou later nog bij de prijsuitreiking van de Dataprijzen 2020.